Is dat dan? Ook een goede middag. Oh nee, het is nog steeds morgen. Ja. Ja, ik zeg, ik zie er niet uit. Ja, ik heb mijn haar gewassen. Maar dat kan de pret niet drukken. Ik wens jullie allemaal een hele goede morgen. En welkom op mijn kanaal. In deze hele nieuwe vlog. Ja. Ik heb mijn computer aangedaan. Zometeen komt de huishoudelijke hulp weer. Ik ga koffie maken. Ik ga een broodje maken. En mijn hondje is buiten. Wat hij aan het doen is, weet ik niet. Ik zag hem net lopen. Oh ja, daar gaat hij. Daar gaat hij. En die rode rakker wil naar binnen. Jij ook weer? Goed zo. Ook goed hoor. Hé? Ben je dan? Kom maar. Goed zo. Ook goeiedag. Hé? Ja, hé. Ja. En waar is mijn rode? Hallo? Kom maar. Hé? Ja, kom maar. Nee, geen zin. Nee, vrouwtje moet aaien, ja, maar daar heeft vrouwtje ook niet altijd tijd voor, hoor. En ook niet altijd zin. Nee, ik heb wel andere dingen te doen. Ja. Ja, vrouwtje heeft nog steeds hoofdpijn, wil maar niet zakken. En even goed haren gewassen, want het was niks meer. En dan ga je er bijna onderuit. Ja, ik laat de boel maar leggen. Komt straks eerst ook de vaatwas weer eens even leeg halen en weer vullen. Dus ja. Ik keer vandaag ook niet weg of wat dan ook, want ook mijn booster wordt eindelijk gemaakt. Ik had meer dan 3 jaar geleden al problemen met de booster. Dat was probleem, maar redelijk goed. Ja, er zijn wel nieuwe accu's ingekomen, et cetera. Maar ik had ooit, niet mijn fout hoor, was een rekel. Met mijn achterbumper in een doos gezeten die in een stelling stond, maar uitstak. Ik heb zo laag geen ogen en mijn spiegel dat reikt dat ook niet vlak achter me naar beneden. Nee, dus ik kon nooit niet zien. En zelfs mijn man die heeft dat toen niet gezien. Zat ik dus in die doos vast. En die was steviger dan de achterkant van mijn booster, kun je nagaan. Dat is een hele harde, stugge karton. Ik weet ook dat er in de hoeken, zo naar beneden, gewoon langs die hoeken allemaal, ijzerdraad zat of zoiets. In ieder geval er zat iets van staalijzer, van die dunne sprietjes. Daar bleef ik dus achter haken. En sindsdien was mijn achterbumper omgekruld naar buiten toe, naar achter toe. En het sierrandje wat op mijn lichaam zit, was ook afgebroken voor de helft. Nou ja, bij mij moet alles in orde zijn. En dat was het dus niet. Toen ben ik dus naar de dependance geweest die ze hier hadden in de stad. Ze zijn nou gefuseerd, ze zitten nou ergens anders met elkaar. Dat je, ik ken ook hier hoe nou uren wachten tot er eindelijk hulp bij je komt. Ook lekker, maar niet ook, vooral in de kou. Maar wat wel nog sneller gaat, ik heb vorige week, wanneer was het? Dat ik die dubbele post binnen had. Voor mij, mijn man en voor de vorige bewoner. Dat ik toen opgebeld. Heb ik ook die klacht neergelegd en nou is het er. Ja. Dus het kan wel als ze mij willen en als ze de administratie maar op orde hebben, ook qua bestellingen en alles. Menu. Ja, doet er niet toe, lieve vrienden. Ik wens jullie allemaal even goed, ondanks alles, een hele fijne dag verder. En God zegen. Ja, maak er wat moois van. Doe iets leuks. Ja. En ga niet bij de pakken neerzitten. Zoals vele anderen het wel doen. Nou, dat doe ik ook niet. Niet bij de pakken neerzitten. Gaan we doen. Enkel ja, vandaag kan ik dus niet weg. Anders had ik eventjes weggegaan.
maar dat gaat dus niet lukken, want ja, Duitsland komt. Voor de booster moet ik tussen 12 en 18 uur thuis blijven. Dus ik heb de hele middag wezen. Ik weet niet hoe laat ze exact komen. Nee, dat wordt nooit aangegeven. Dus mochten ze wel vroeg zijn, dan kan ik wel eventjes nog rijden. En ik denk dat ik ook dan probeer mijn mondje mee te nemen. Maar die moet ik leren van niet trekken. Maar dat ligt er ook aan hoe de wind is. Want ik kan geen kou op mijn handen hebben. En als ik hem train, kan ik ook weer geen handschoen aan. Want dan heb ik die feeling niet. Ja, dat is heel raar bij mij. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet ervan. Doe wat je doen moet. En ik zie jullie vanmiddag later wel weer. Doei, doei, doei. Ja, lieve vrienden. We leven alweer op de middag. Het is nog steeds donderdag. De 22e. Het is 15:25 op mijn horloge. En mijn hondje is buiten, die wil naar binnen toe. Mijn booster is gemaakt. Ja, ik heb een nieuwe achterbumper. Kom! Ja, kom, kerel! Goed zo! Het zonnetje schijnt hier van harte lust. Allemaal vliegtuigstrepen in de lucht. Jongen, nog een toe. Echt gigantisch. Zo mooi weer. Echt heel mooi weer. Ik weet niet of jullie de strepen ook zullen zien. Maar in ieder geval, het is prachtig. Maar in ieder geval, ik heb Karen aan de telefoon. En ik heb aan haar een aantal vragen. Die ze me even hopelijk kan beantwoorden. Maar dat zien we dan wel weer. Ik ben met mijn koffie bezig. Ja, en ik zal er een lekker koekje erbij pakken. Dus ik zit hier even lekker neer. Abadabadab, gewoon. Heerlijke gevulde koek. Ja, dus komt allemaal goed. Zo. Ja, dan wil die niet in die zak terugkomen. Nou, dan doe ik het allemaal. Pak een boterhamzakje. Doe ik het daar toch in? Ja. Simpel zat. Zo. Voilà. Hoppala. Zo. En dan gooien we nog even weg. Hé meisje. Ja nou. Als je lekker warm op de kachel hè. Ja, maar er komt geen geluid uit. Ik zei miauw, maar hier kwam niks. Lekker ding. Ja, en daar zit dan onze rode. Hé? Ja, dat is een pootje. Ja. Dat, ja. Ik zal mijn koffie naar de kamer brengen en mijn koek ophalen. En dan zeg ik, spreek jullie later wel weer van de dag. Ja. De dag is nog niet op. Nee hoor. Dat komt wel goed. Dus tot strakjes maar weer. Ja, sorry lieve mensen, ik zie er nog steeds niet uit. Ik had mijn haar vandaag gewassen, maar ik heb hem nog niet opgemaakt. Ik ben de deur ook niet uit geweest, hoefde ook niet. Ik had andere dingen te doen. Ik heb een vlog in de videopad gedaan. En die draait nou nog steeds. Die is nog maar 29,5% en het wordt helaas langer. Ja, want jullie waren toen ook meegisteren met de GoPro. Dus het wordt een lange vlog. En ik hoop even dat jullie het met veel plezier zullen kijken natuurlijk. Ja. En daar ligt mijn hondje. Die heeft eten gehad. Maar het moet eventjes weer... Even aangeschraapt worden met zijn lepel. En dan kan hij weer verder eten. En de poesebeestje is aan het drinken. Hé, meisje?
En mijn andere poesbeestjes weet ik niet. Ik heb mijn eten opstaan. Ik ben weer laat, want ja, ik had hulp van Karin, want ik heb een nieuw programma om de plaatjes te maken. En daar heb ik dus een plaatje meegemaakt voor haar weer. En ze keek gelijk toe hoe ik dat deed. Want ja, ik kan wel plaatjes maken, maar het programma, hij deed een paar dingen niet. En kon ik niet vinden. En zij heeft het programma al langer dan dat ik dus weer heb, want het is een paar versies hoger. Dus ja, was je dat, ik kan het niet vinden. Nou, het zei dat ook opgezocht. Via de eigen weer. En toen kwam ze het weer bij mij ook. Nou, en zo leer je elkaar wat. Zij leert plaatjes maken en ik leerde een beetje het programma kennen. Maar hij doet nog dingen, ja, wat ik zeg van hallo, ik mis dat en ik mis dit. Ja, dan schijnt toch korrelpeentje op de pro een beetje makkelijker te zijn. Maar hij kent toch ook weer dingen die een hogere weer niet kan. Ja, nou, zorg wel dat tussen beide open staat en dat je in beide kan werken. Simpel zo. Ja, dan heeft het gewoon over van de ene naar de andere. Simpel toch? Maar ja, in ieder geval. Hij is mooi geworden, dit plaatje. Ze heeft hem al op Facebook gezet in een speciale groep. Dus ja, ik zou zeggen, ik ga zo eten. En ik wens iedereen een hele fijne avond. En God zegen. En ik zeg, tot vanavond later. Doei, doei. Hé, lievertje. Ja, lieve vrienden, het is weer tijd om bed te gaan. Ja, het is alweer bijna 2:45 in de nacht. Ja, dan ga ik lekker slapen. En dat, ja, waar ik vanmiddag al mee ben begonnen, dat is nog steeds bezig. Staat nu op 91,5%. Ja, dat moet dan nog naar YouTube. Nou, en ik bekijk het maar even. Gewoon naar bedje toe. Ja, er is een tijd voor komen en er is een tijd voor gaan. Hé, voor jou. Ja, je schat. Dan ga ik naar bedje toe, man. Ja, hé. Lekker slaapje doen, hè, man. Lekker, hé, om dat kindertje even kribbelen. Ja. Even lief, hè. Ja, hoor. Dus, lieve vrienden, ik zeg wel rusten en tot de volgende vlog. Doei, doei. Hé, hey, mijn hondje. Je bent lief, hè? Ja. Een hele goede middag, lieve vrienden. En weer van harte welkom op een gloednieuw vlog van ons. Ja. Weer een nieuwe dag. Het is vrijdag. Het is de 23ste alweer. Het is, even zien, 12:26. Astrid, die komt ook straks weer. En ik heb nou twee programma's waar ik mee kan werken om die plaatjes te maken. Ja, ik heb nou twee verschillende programma's. Mijn normale programma waar ik altijd mee werkte, dat is die van PaintJob Pro. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Tot gaat wel. Nou, die minimaliseer ik nu. Dan pak ik de volgende. En dat is die. Dus ja, die werkt weer heel anders. Dus heel anders, heel anders, heel anders. Ja. Als ik in mijn oude werk met mijn lasso, dan kan ik hem ook nog even loslaten terwijl ik aan het lijntje trekken ben. Om een voorwerp heen. Om bij wijze van spreken eventjes water te drinken of naar de wc te gaan of mijn neus te snuiten, wat dan ook, noem maar op. Kan ik daar niet bij? Bij die nieuwe? Nee, baal ik van. Dus dat ga ik wel eens even aan onze vlogger Jeroen de Jong vragen. En die werkt ook met die programma's. Misschien dat die het weet hoe ik dat moet hebben. Ja. Dus we wachten het even af. Misschien gaat hij toch uit hetzelfde doen, want in het begin moest ik ook de shift-knop ingedrukt houden als ik een lijntje ging trekken.
hoeft bij die oude niet. Nou hoeft dat hier ook niet meer. Ik denk dat hij wennen moet, weet ik veel. Ja, ik moet ook wennen. Dus het programma net zo goed. Maar in ieder geval, ik wens jullie een hele, hele fijne, gezellige dag. Het is nou triest, het is niet zo mooi weer dan als het gisteren was. Het is grijs, het is bewolkt, het waait ook harder, het is kouder. Dat gaat vond ik het gisteren toch wel even wat lekkerder. Ja, maar ja, wie ben ik? Zijn mensen die het nu lekker vinden? Nou, nee, ik niet. Maar in ieder geval, ik wens jullie allen een hele fijne middag verder toe. Degene die werken moeten, werk ze uiteraard. Degene die in de school gaan of stage lopen of wat dan ook. Nou ja, je werkt toch allemaal, dus werk ze. En ik hoor en zie jullie later vandaag wel weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik heb hier een monteur. Die wil niet gevlogd worden, maar de toon wel. Ja, die heeft niks te zeggen, die heeft niks in te brengen. Dat wordt dus mijn nieuwe thermostaat. Hoe dat ding werkt, ik nog niet weten. Daar staan de spullen van de monteur. Dat hij is nou op zolder bij de ketel bezig. Wat weet ik ervan wat hij allemaal doen moet. Dus ja, ik ben er in ieder geval tot zover al blij mee. En mijn plant, nou ja, die staat hier nu, midden in de kamer. Dus even een beetje een troep en dan is het wel weer goed. Hè, meneertje? Ja, nou. Ja, hè. Er is zo'n vent iemand in huis, hè? Jij, schat. Maar komt goed door, lieverd. Ja, dat lieve vrienden, ik zeg tot later. En het is dat donker. Wow! Maar ik heb gelijk een weerstation en alles erin en erop en eraan. In mijn nieuwe toon. Dus ik zeg altijd nou tegenwoordig. Dag Toon, hoe gaat het met jou? Ja, leuk! Het is nu 22 graden, het is 17 uur 16 en buiten is het 6 graden. Dus ook dat weten we weer. Heb jij het gefixt? En dan, ja, dat is Karin die ik weer aan de telefoon heb hangen. Oh, zij heeft ook de toon gefixt. Doet ze alleen nog maar goed, hebben we beide weer een toon. Maar in ieder geval, wat ik wil zeggen, mijn mannetje die wou op de vlaggenmast zo'n weerstation hebben. Zodat we binnen dat af konden lezen. Nou, ik heb daar geen verstand van, want dat had dan allemaal weer in het Engels geweest. Maar ik zeg, op een vlaggenmast behoort een bol en niet een weerstation. Dus ik heb de bol erop laten zetten. Maar nou heb ik even goed een weerstation in de toon. Ja, dus dat gaat lekker toch weer blij. Wel problemen gehad, want de stroom lag er in ene eraf, internet lag er in ene af, televisie deed het niet meer, en ja, omdat daar die box op zit, is het ook allemaal nieuw, maar Astrid zit hier, hè, ja, dus die heeft het weer gefixt voor mij, en daar ben ik heel erg blij mee. Dankjewel, schat. Graag gedaan. Goed zo. Dus ja, ik ga verder met mijn eten. Dus ja, we moeten ook eten, hè, natuurlijk. Iedereen moet dat. Dus ik zeg, tot strakjes maar weer. Doei, doei, doei. Kiekeboe. 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 Ja, we hebben het eten weer voor ons neus staan. En wat ziet het er lekker uit, of niet dan? Ja, toch? Vind ik van wel. Net natuurlijk een wijntje, een rode. En een bakje koffie. En hoe smaakt je eten? Dus met andere woorden, lekker! Dus ja, wij gaan lekker eten. Tot strakjes maar weer. En een goede avond, lieve vrienden. Mijn hondje zit lekker te eten. Ja, en ik heb mijn eten al op. Astrid is alweer naar huis. Dus ja, het gaat allemaal door aan deze kant. Ik ben nou met een bakje koffie bezig voor mezelf. Dat, ja, en dan... ga ik straks weer aan het werk om deze vlog weer naar YouTube te krijgen. Dus ik zeg allen een hele fijne avond en graag tot aan de andere kant van de nacht. Geniet van elkaar, geniet met elkaar.
Ga lekker door zoals je bent gewend. En doe het met een lach. Ja, wees lief voor elkaar. Wees aardig voor elkaar. Maak geen ruzie. Noem maar op. En ja. Ik zou zeggen, tot de volgende vlog. Doei doekies.